creativiteit en inspiratie hoef je in het oude noorden nooit ver te zoeken. Zo geeft Hajar kunstworkshops, styliste Isis vertelt over Rotterdam's eigen stijlgevoel. De geschiedenis in een notendop gaat over Willem de Koning. En Sofjan laat inspirerend goed voetbal zien. Hajar Fris woont en werkt in het oude noorden. Haar eigenwijze visie op kunst en creativiteit is verfrissend. Ik ben afgestudeerd als designer, dus ik ontwierp lampen en sieraden en dat soort objecten eigenlijk meer. Met mijn afstuderen heb ik ook autonoom werk gemaakt. Daar waren de docenten helemaal niet blij mee. Ze hadden zoiets van, ja, dan had je een andere richting moeten kiezen. Maar ik was heel eigenwijs. Ik had zoiets van, dat kan wel samen. Een soort van mix tussen, zeg maar, gebruiksvoorwerpen, producten en vrijwerk. En eigenlijk na mijn afstuderen heb ik heel veel vrijwerk gemaakt. Heb ik ook een subsidie gekregen. En toen ontdekte ik eigenlijk van, ja, in je atelier, in je eentje zitten werken. En dat om de zoveel tijd te laten zien aan, nou ja, kunstliefhebbers, dat dat niet echt heel veel voldoening gaf. Hajar's bijzondere jeugd ligt aan de basis van haar artistieke visie. Mijn vader is Nederlands, maar zelf moslim geworden. En dan zie je vaak dat dat soort mensen juist heel extreem worden. Door je moeder is hij moslim geworden? Nee, zelf. Hij heeft heel veel gereisd door Afrika. Hij was trompetist en had een heel soort van wild leven. En op een gegeven moment is er wat in zijn leven gebeurd waardoor hij tot inkeer is gekomen, zeg maar. En hij vond de islam altijd wel heel mooi. En toen is hij heel streng gelovig geworden. Hij heeft later mijn moeder ontmoet in Egypte. Die rijke achtergrond is nu allemaal van invloed op wat jij in het dagelijks leven doet. Ja, absoluut. Ik heb samen met mijn zus, mijn oudste zus Rukaya, heb ik Frisprojecten 5 jaar geleden opgericht. Wij geven kunstworkshops aan kinderen, ouderen, verstandelijk beperkte, verschillende doelgroepen in Rotterdam. Waarom die doelgroepen? Nou, wij merkten dat, dat de kunst, zeg maar, best wel elitair is. En heel veel mensen vinden dat prima zo. Die hebben zoiets van, ja, kunst is niet voor iedereen en het moet ook juist beperkt blijven, want dan heb je ook kwaliteit. Maar wij hebben gemerkt dat het voor onszelf, mijn leven wel, hoe zeg je dat? Ik heb er zoveel aan gehad dat ik mezelf creatief kon uiten. En dat wil je eigenlijk wel doorgeven aan andere doelgroepen die normaal gesproken niet in aanraking komen met kunst. De kunst is heel breed, het is heel groot en kinderen kunnen heel kunzinnig zijn. Die kunnen echt werken maken waarvan je denkt van wauw, weet je wel, dat het in een kind zit. Super. En heel grappig, laatst kwam ik een website tegen waar je dus kunstwerken van grote kunstenaars naast kunstwerken van kinderen zag. En dan moest je raden, zeg maar, van wie het was. Of het van een kunstenaar is of van een kind. En nou ja, bijna niemand had dat goed. Dat is soms hartstikke lastig te zien. Dus in die zin vind ik heel veel kunst. Dus ik vind het heel elitair en beperkt om te zeggen van, nou, alleen als het in een galerie hangt of als het in een museum, dan is het kunst. Dat vind ik niet. Ik vind wat mijn moeder maakt, vind ik ook kunst. Sinds kort hebben Hajar en haar zus Rukaya ook een workshopruimte in het oude noorden. Ja. Hallo Rukaya. Ja, we doen van alles, dus workshops ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld t-shirts bestempelen. We hebben ook laatst een decor ontworpen voor een dancefestival, Smeerboel. De zusjes Fris vullen elkaar goed aan in hun samenwerking. Die splitpen heb ik ook nog en ik heb ze ook in goud en ook in deze kleuren nog. Ah, oké. Hoe is het om met je zus te werken? Ja, leuk. Het is, we hebben op creatief gebied dezelfde visie en hetzelfde enthousiasme en ook dezelfde smaak. Dus we vullen elkaar heel erg aan en we maken echt samen producten, dus dat is heel erg leuk. We inspireren elkaar, ze is heel inspirerend. Dat kinderkunst verder kan gaan dan inkleuren en stickeren, is bij Fris overal zichtbaar. We zijn pakketjes aan het maken, of met z'n kaas die aan het maken. Ja. En die geven we mee met een kinderfeestje, geef altijd een do-it-yourself pakketje mee. En dit is wat je ermee kan maken, zeg maar. Dus dit zijn emoties, kun je ermee beelden. Want je kan door de splitpennen kan je een boos gezichtje maken en een blij.
Midden in de wijk ligt het Brancoplein, vernoemd naar Branco van Danzig, de grondlegger van de logopedie. We zijn op het Brancoplein in het Oude Noorden, een pleintje wat in 2005 is opgeleverd. Hiervoor was het een huizenblokje en dat is gesloopt om eigenlijk een pleintje aan te leggen. Kunstenaar Jeroen Hoogstraten ontwierp een bruikbaar kunstwerk voor midden op het plein. Hij heeft de opdracht eigenlijk om iets voor op het plein te maken. En als mensen mij vragen, vaak is het wel duidelijk van dat ze iets zoeken wat ook als verblijfsplek gebruikt kan worden. Dit is het dunnere deel, het spannere gedeelte. Ja, dus dan kan je hier met z'n tweeën tegenover elkaar zitten. Ja. Dan zet je je schaakbord neer en dan kan je met z'n tweeën tegenover elkaar daar spelen. Ja. Ruby, jij bent hier geboren. Ja, klopt. Ja, echt op het plein. Op het plein, maar toen er nog huizen stonden. Toen er nog huizen stonden, ja, uiteraard. Dus ik ben 28, dat is 28 jaar geleden. 28 jaar. Het is afgebroken toen ik 16 was. Dus tot die tijd heb ik hier gewoond. Patia Paameijer, daar werk jij. Ja. Worden deze bebreid, lantaarnpalen om de boel wat op te fleuren? Ja, ook onder andere. We hebben een aantal creatieve duizendpoten die eens per week 's middags bij ons komen breien. En de een wat sneller als de ander. Maar binnen een paar maanden waren alle lappen klaar. Kan je zelf eigenlijk breien? Ik ken de techniek, maar daar houdt het wel mee op, ja. Wat vind je van het plein nu? Leuk. Ja, het is, toen het er net was, was het best wel onveilig. Was er 's avonds veel mensen vanuit de coffeeshop. Maar de deelgemeente heeft wel echt geïnvesteerd om het plein wat veiliger te maken. Het was dus even zoeken naar de juiste omgang met dit nieuwe plein. Maar door de betrokkenheid van ondernemers en bewoners wordt het Brancoplein steeds gezelliger. Ik zie dus allemaal namen erin zitten. Ja, eigenlijk met de presentatie van het schetsontwerp hier eigenlijk op het plein. Het plein was al klaar, dus dan heb ik kunnen laten zien eigenlijk wat er ook zou komen. En ook dat mensen die daar belangstelling voor hadden, konden dan hun naam opgeven en die zou dan in het blad komen. En gewoon gratis zou je vereeuwigd kunnen worden in een Jeroen Hoogstraten? Ja, je werd voor altijd daar in vastgelegd. Maar goed, het zijn alleen voornamen, dus het is ook vrij algemeen. Anja, Nelis, Floor, Marije, Muammar, Abdo, Hassan, Harry. Een tafelkleed om die tafel. Dat is een goed idee. Ja, misschien voor de toekomst. Ja, gooi het in de groep. Ja, ga ik zeker doen. Wat voor jaar wordt 2014 voor jou? Dat is een goede vraag. Voor mij. Ik hoop dat het een heel mooi jaar geworden. Ja, leuk jaar hoop ik. Voor mij hopelijk wordt het een spannend jaar. Ik hoop een heel voorspoedig jaar. Eigenlijk nog niet helemaal over nagedacht, hè? Het wordt een groot jaar. Ik word volwassen om het maar eens te zeggen. 2014 wordt een jaar van verhuizen. Ik hoop een heel gezond jaar en een jaar vol nieuwe mooie kapsels. Wat verschil zal maken? Nou, mijn gezondheid een beetje op orde komt. Dus, vandaar. Ik ga naar een andere school. Ik ga veel meer werken. Ik ga uit huis. Ja, ik hoop dat ik graag mijn diploma behaal. Ik ben pas afgestudeerd en ik moet nog een baan vinden. Eigenlijk hoop ik op veel geluk en veel gezondheid vooral. Nee, dat is niet zo'n probleem, maar gewoon even in de oppermand. Hè. Ik loop een beetje moeilijk. Nou, zoals elk jaar hoop je natuurlijk dat iedereen gezond blijft om je heen en dat alles goed blijft gaan. Ja, een moeilijke periode breekt voor ons aan. Ja, nou, er zijn gewoon veel mensen om mij heen in de vriendenkring en zo die gewoon met ziekte zitten. Dus ik hoop gewoon dat in 2014 dat die een positief vooruitzicht mogen hebben. Nou, we hebben de grote dingen hebben we in 2013 gehad. Geboorte van een zoon en verbouwingen in het huis. Maar eigenlijk was 2013 een heel succesvol jaar. En ik hoop dat we dat dunnetjes kunnen overdoen. Dus eigenlijk is het nu genieten geblazen. Ze slopen bij ons de hele straat. Het is de Bloklandstraat. Ja, we hebben net dit huis gekocht. 6 jaar lang gerenoveerd met eigen handen. En zonder pardon wordt je medegedeeld dat je weg kan gaan. Het enige huis wat dus niet van woonstad was, dat hebben wij gekocht. Het zijn 3 huizen boven elkaar. En daar hebben we 1 woning van gemaakt. En daar zijn we heel gelukkig. We kunnen wel blijven, maar dan bouwen ze om ons heen. En dat zouden we niet willen. Dus ja, een heel vervelend verhaal. Soufiane is een voetbal supertalent. Niet alleen speelt hij als aanvoerder bij SC Feyenoord, ook mocht hij mee naar een jeugdtoernooi in Engeland en traint hij een paar keer per week met kids uit de wijk.
Je zei net, die jongen met een zwarte t-shirt, die moet in het goal. Waarom? Hij kan goed vallen en keepen. Hij kan goed vallen en keepen. En die jongen met die blauwe gimpen, wat kan hij goed? Hard schot, hard schot. Hard schot. En jij weet een beetje van al je vriendjes, weet jij waar ze goed in zijn? Ja. Dat is ook een beetje de taak van de aanvoerder. Goed hoor. Hey, en hij met dat rode shirt? Dat... Kan goed dribbelen. Kan goed dribbelen. Dus dat betekent snel? Ja. En lang de bal vasthouden. En die lange jongen? Kan goed pasen met mij samen. Oh ja? Dus daar vorm jij een duo mee? Ja. En dan maak je 1-2'tjes. Soufiane's school en familie ondersteunen zijn prille voetbalcarrière zoveel ze kunnen. En dat allemaal omdat hij het zo leuk vindt. Maar ben jij wel weer beter dan de blauwe schoenen en die lange jongen? Ja? Maar zij zitten niet bij Feyenoord, hè? Jij wel. Ja. Hé, hey, jongens, kom eens. Is hij nou een beetje goed? Ja. Ja? Waar is hij zo goed in dan? Voetballen. Oh, toch wel. Wat dan in voetbal? Schieten. Schieten. Hard? Ja. 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 Zeker. Harder dan... Jij kan ook hard schieten, toch? Hoorde ik. Wie van jullie kan het hard schieten? Hij. En dolle, wat is dolle? Dat die iemand kan voorbij lopen. Dat die iemand kan voorbij lopen? Ja, een beetje trucjes doen en dan voorbij lopen. En dan scoren? Ja. En dan kan je goed panna's geven. Panna's geven? Oh, maar dat is toch heel goed dat je tussen je benen doorgaat? Ja. En doet hij dat vaak bij jullie? Ja, ja, zeker weten. Ja? Vinden jullie het leuk dat hij zo goed is? Ja. Ja? Vooral ja, als hij voor de schoolvoetbal. Vooral voor de schoolvoetbal. Dan weten we dat hij goed is. We hebben dan veel... Dan kan hij, kunnen we hem in de spits zetten. Nee, middenvelder. Ja, ook. Wat vind je nou eigenlijk leuker? Hier bij Feyenoord. Knuffels. Ja? Waarom? Groot veld, meer beweging. Dus daar kan je meer. Ja. Er is in het Oude Noorden al heel veel gebouwd, gebeurd en ook weer afgebroken. En daar is veel over te vertellen. Daarom elke week een stukje wijkgeschiedenis in een notendop. Op 24 april 1904 werd een van de bekendste mensen uit het Oude Noorden geboren. Willem de Koning. Met zijn unieke, abstracte schilderwerken vergaarde hij wereldwijde roem. 9 jaar na zijn dood is zijn werk Woman No. 3 voor 137,5 miljoen euro aangekocht door een miljardair. Hij werd daarmee het op 2 na duurste schilderij ooit. Willem werd geboren op de Zaagmolenstraat nummer 13, wat nu nummer 11 is. Toen hij 5 jaar oud was, gingen zijn ouders uit elkaar en kwam hij bij zijn moeder Cornelia terecht. Cornelia was een bazig mens en waarschijnlijk een grote invloed op zijn kunst, waarin de vrouw centraal stond. Ook het Oude Noorden zou Willem inspireren. Dat was al zijn vroegste werken te zien. Willem is meerdere keren verhuisd tijdens zijn jeugd, maar nooit buiten het Oude Noorden. Totdat hij uiteindelijk besloot Nederland te verlaten. Op zijn 22e vaarde hij als verstekeling mee op een oceaanstomer naar New York, waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen. Maar ook al had hij zijn geboortegrond voorgoed verlaten, hij zou hem nooit vergeten. Dit zien we aan een beroemde zin die Willem in 1948 in een brief aan zijn vader schreef. En terwijl ik naar bed ga, denk ik aan de Zaagmolenstraat. Het Oude Noorden is op zijn beurt Willem ook nooit vergeten. Boven de deur van zijn geboortehuis hangt een plaquette ter ere van de schilder. En om de hoek in de Kromme Wiekstraat maakte kunstenaar Rinus Blomsteel een schilderwerk op een stel deuren, als eerbetoon aan zijn grote voorbeeld. Inspiratie voor het werk was Willems schilderij Door to the River. Stijl is persoonlijk, maar ook een afspiegeling van de maatschappij. Styliste Isis observeert de Rotterdamse straatcultuur om haar eigen beeld te vormen. Dorre vraagt haar waar haar inspiratie vandaan komt. Loop jij zo ook door de stad? Ja, niet altijd. Ligt een beetje aan welk gedeelte. Welk gedeelte wel en welk gedeelte? Nou ja, gewoon de stad, het centrum. Dat is natuurlijk gewoon zo van alles wat. Dat is niet per se
het zit niet een niche in of zo, maar richting Witte de Witstraat of sowieso wel in meer volkswijken. Daar zie je natuurlijk heus wel dat die kids daar zich misschien willen onderscheiden en in een bepaald scientje zitten of in een bepaalde, hoe zeg je dat? Dat ze zich aan elkaar willen aantrekken en dan creëren ze een soort codes met die kleding weer. Wat natuurlijk bijvoorbeeld met hip-hop ook op straat is begonnen. Weet je, wie bedenkt dat je broek ineens op 6:30 moet hangen? Dat komt weer ergens vandaan en iemand kopieert dat. En zo gaat dat ineens naar de andere kant van de wereld, dat iedereen daar ook ineens draagt. Dat begint bij de straat. Is er iets wat je in het Oude Noorden opvalt? Nou, die mix van die soort jonge creatieven en gewoon die oldschool Noorderlingen. Die me niks aantrekken van die hipheid wat hier aan de hand is. Dat vind ik komisch op zich. De observatie zet Isis om in haar eigen, herkenbare stijl. Het is wel altijd kleurig of heel uitgesproken of een bepaald silhouet wat anders is dan wat men kent. Maar ook wel weer voor insiders herkenbaar, bijvoorbeeld uit hip-hop of uit pop. Weet je, als je kijkt naar bepaalde stromingen, dan wil je natuurlijk wel een soort klankbord van, hé, hey, herkent iemand van, hé, hey, dat is precies dat ding wat ik ook nog ken uit 1994, ik zeg maar wat. Het moet wel een mix zijn waardoor iets nieuws wordt natuurlijk. En dat is ook wat styling is. Het is een mix van, ja, eigenlijk allerlei losse elementen, maar het hoeft niet eens mode te zijn. Iedereen is met kleding bezig, maar je moet het je eigen maken. Isis werkt door het hele land en ook veel in Amsterdam. Wat houdt jou hier? Mijn gezin en familie. Ja, dat is toch wel een basis. En ik heb nooit echt behoefte gehad om te denken, ik moet continu in Amsterdam zijn, want anders mis ik dingen. Ik heb veel gereisd ook en ik heb gewerkt in New York en gewoond. Dus dan weet je ook, dan ben je ook 1,5 uur in de metro eer je eigenlijk echt in de stad bent. Waar je dan ook zit, weet je. Dus dat is dan die 3 kwartier met de auto naar Amsterdam en heen en weer. Weet je, dat doe ik niet zo. Maar ja, andersom, Amsterdammers zouden niet zo snel naar Rotterdam vertrekken, dat klopt. Ik ben ook een geboren getogen Rotterdammer, dus waarom zou ik naar Amsterdam vertrekken? Nee, dat voelt als verraad. Ja. Is er een Rotterdamse stijl? Dat hoor ik wel veel van mensen in Amsterdam. Ja, echt. Zo van, oh ja, dat is echt zo Rotterdams hip. Ik denk dat Rotterdammers iets meer durven. Minder meegaan met het aanbod of met de trends. De niche dan, hè. Dat denk dat die mensen gewoon scheid hebben. Ik denk dat ik het zo moet zeggen. Ik heb het idee dat Rotterdammers zijn voornamelijk anti-label. Juist. Maar toch zien we eruit hoe we eruit zien. En willen mensen dat dat een label is? En dat is dus met de winkel. Wat is dit voor winkel? Die vraag krijg ik heel vaak. Els, wat is dit voor winkel? Wat is dit voor winkel? Jouw winkel. Ja. Was jij vroeger ook al zo bezig met plaatjes, dingen? Klopt? Ja, wel. Ja, en ook heel, heel visueel ingesteld, klopt, ja. Heel erg kijken naar wat valt me op aan een beeld en wat maakt het beeld anders, wat maakt een artiest anders. En dan wilde ik die spullen ook hebben. Ik was fan van Wham bijvoorbeeld en die droegen een bepaald soort kleding en dan moest ik dat per se hebben. En dan vond je dat natuurlijk zwaar nagemaakt ergens gewoon bij een Vibra of zo. Maar dan was dat toch wel, dacht ik, een beetje in de buurt van wat ik dan zag. Het is een plaatje wat je maakt. Dat plaatje moet kloppen, vind ik. Natuurlijk kijk je dan op straat van hoe zien de mensen eruit. En dan kijk ik naar de details van, oh, wat een leuke pet. Ik zie ik steeds vaker. Blijkbaar is dat in. Nou, ik snap niet dat ze het zo dragen. Weet je, die jongens die het dan te hoog dragen of dit. Of bepaalde gekke accessoires. Dat al die jongens die gekke Louis Vuitton portemonneetjes hebben. Dan denk je, jongen, al je geld gaat dus in dat ene kleine dingetje hier in je zak. Snap je? Dat zijn allemaal soort details en dingen. Dat ik denk, oh, oké, zo communiceren jongeren dus. Maar je kan ook communiceren in een heel silhouet. Maar dat durven niet veel mensen. Het is allemaal heel veilig en dan een bepaald dingetje mag dan aandacht krijgen. Oké, dus dit lijkt me wel spannend bij jou. Het is feestelijk, maar het moet een beetje funky ook nog. Het moet niet tuttig worden. Nee. Snap je? Dus, want dat is een soort twist natuurlijk die erin moet. Maar dat kan ook met sieraden of met schoenen. Dus dat zien we dan zo wel. Ik ben benieuwd. Alles staat je fantastisch. Dat ik les 1 voor stylisten gewoon lekker complimentjes geef.
Kapster Janine vertelt over haar doorzettingsvermogen. Het kookpunt is ooit begonnen als messensluipwinkeltje. En we krijgen een tour door de jaren 50 en 60. Omdat je dan ook toch een beetje frisse lucht binnenkrijgt. Dat en meer volgende week in het Oude Noorden.